De recreatieoorden in Parras zijn in het weekend normaal open voor bezoekers. Dit bevestigt Sandro Alberga, lid van de stuurgroep Gecertificeerde Recreatieoorden van Parras. Alberga legt uit dat in de media een bericht is verschenen, alsof minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie hebben gezegd dat recreanten niet toegelaten zouden worden tot de orden om daar het weekend door te brengen. Alberga zegt dat deze informatie onjuist is. Wij hebben daarna contact gehad met de minister omdat er de protocollen zijn van de vorige week, twee weken geleden. En daarin is gesteld, onder strikte voorwaarden kunnen die orden met naleving van samenscholing van 5 personen kunnen die orde draaien. Basic draaien, dus niet dat ze grote deuren openzetten en honderden mensen, maar gewoon basic hun werk doen. Maar we hebben dit ook toen het bericht ons bereikte, van Times, want mensen begonnen te bellen naar die orde, van zijn jullie wel open, want mensen gaan opgepakt worden. En toen hebben we gezegd, nee, we gaan dan de minister vragen. En hij zegt, nee hoor, het ging niet specifiek over dat we orde zouden sluiten, maar het ging over onverantwoord omgaan en grote groepen mensen op orde hanteren en dergelijke. Dus ja, vandaar. Het meest belangrijke, essentiële punt in deze discussie is crowd control. Dat de orde zich moeten houden aan hun crowd control. Aan dat protocol waarin het zegt, als je een hut hebt, mag in die hut mogen die 5 personen die met z'n allen samen in 1 auto zijn gekomen. Maar je gaat niet met 30 man met een bus naar binnen kunnen. Omdat dat natuurlijk niet is wat in het protocol staat. Alberga geeft verder aan dat de gecertificeerde recreatieorde van Parras erop letten dat bezoekers zich houden aan de COVID-19 protocollen. Onveilige situaties buiten de stad kunnen wel ontstaan bij vooral privéorden. Dat zijn eerder de plekken waar men problemen mee verwacht. Omdat dat juist de plekken zijn waar veel mensen ongecontroleerd naartoe kunnen. Want er is geen eigenaar, er is geen beheerder, er is geen personeel. Ze nemen een sleutel in de stad en ze gaan daar feestvieren. Dus je kunt zich voorstellen dat wij als gecertificeerde orde niet over die kam geschoren willen worden. Want wij zijn heel anders. We hebben mensen in dienst die daar de hele dag rondlopen om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. En de minister doet eerder op dat mensen dus op clandestine plekken gaan en dat men daar dus met grote groepen zich ophoudt. En natuurlijk, terecht zegt hij dat dat een zorg is, want ja, het is niet dat we feest moeten gaan vieren terwijl er ernstige medische problemen ontstaan door die COVID. Sandro Alberga, lid van de stuurgroep Gecertificeerde Recreatieorden van Parras. Minister Kenneth Amoxi heeft gisteren voor aanvang van de wekelijkse raadvergadering ook aangegeven dat hij verkeerd is geciteerd in het bericht. Alberga benadrukt dat de orden open zijn onder strikte protocollen en dat de verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan bij de oordhouders ligt.